je beginnen? Je mag eerst goed komen staan. Voeten een beetje uit elkaar. En dan ga je eerst eventjes je schouders helemaal los draaien. Naar achter. Gewoon ontspannen bewegen. En naar voren. En draai je hoofd even rond. En ook de andere kant op. En dan pak je even je hoofd vast en dan trek je die naar een zijkant. Hou je andere schouder goed laag. Je goede rek aan de zijkant van je nek voelt. En de andere kant ook. Hou je schouder laag, je andere schouder laag. En laat maar los. Mag je eventjes met één arm zo ver mogelijk naar de zijkanten rekken. Dat je even goed in je zijde rek voelt. En weer terug, andere kant ook. Zo ver mogelijk. En weer terug, nog een keertje de andere kant. En wissel. En weer terug. Mag je even je armen wijd houden en even zo ver mogelijk naar de zijkant indraaien. En gelijk door naar de andere kant. Gewoon ontspannen bewegen. Dat je je hele rug weer even losmaakt. En dan mag je je voeten even wat breder uit elkaar zetten. En dan ga je even naar beneden rekken. Met je rechterhand diagonaal naar je linker enkel toe bewegen. En dan doe je aan de andere kant hetzelfde. Linkerhand naar je rechter enkel. En weer wisselen. Andere kant. En wissel. Twee. En kom maar rustig weer overeind. En dan mag je wat dingetjes op één been gaan doen. Je mag ook weer op de grond als je wat steviger wil staan. Als je op je matje staat of op een vloerkleed, dan is het gelijk een stuk lastiger. Je mag eerst op één been komen staan. Een beetje door je knie zakken. Bovenbeen goed aanspannen. Breng je andere been voor je in de lucht. Handen mag je in je zij houden of gewoon los laten hangen. En ga je even goed je balans houden. Blijf een beetje door je knieën zakken. Als het niet uitdagend genoeg is, dan mag je eventueel nog je ogen dicht doen erbij. En dan ga je precies hetzelfde doen. En dat is echt een stuk lastiger gelijk. Dus goed je bovenbenen aanspannen. Voet helemaal in de grond duwen. En even stil blijven staan. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En laat maar even los. Je been een beetje losschudden waar je op hebt gestaan. En dan doen we dat aan de andere kant precies hetzelfde. Mag je eerst op één been komen staan. Dat je door je knie zakken. Bovenbeen goed aanspannen. En je been naar voren de lucht in brengen. Probeer goed te blijven staan. Zo stil mogelijk. Als je wat meer uitdaging wil, dan doe je ogen dicht. En als je maar goed je voeten weer in de grond blijft duwen en door je knie blijft zakken, sta je echt steviger. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En laat maar even los. Je benen weer een beetje los schudden.
En dan mag je weer op je andere been komen staan, op één been. Een beetje door je knie zakken, voet in de grond duwen, dat je weer stevig staat. Je gaat ook je buik en je rug en je bekkenbodem allemaal aanspannen als je zo staat. En dan ga je met je rechterbeen naar buiten bewegen. En dat is dan weer terug. Tenen tikken naar je toe. Been wat je beweegt is helemaal gestrekt. Been waar je op staat is dus een beetje gebogen. En als het lukt, ga je uitademen als je been naar de zijkant beweegt. En inademen als je weer terug gaat. Laatste vijf. Nog 3, 2 en de laatste. En laat maar even los. Schud weer je been los waar je op hebt gestaan. Doe het aan de andere kant precies hetzelfde. Even op één been staan, een beetje door je knie zakken, bovenbeen goed aanspannen. Je buik, je rug en je bekkenbodem weer aanspannen. Doe ook weer alsof er een touwtje aan je hoofd trekt. Maak jezelf zo lang mogelijk. Dan ga je andere been weer goed strekken, je tenen naar je toe trekken. En je benen naar buiten bewegen. Rustig heen en weer. Als het te lastig is om constant je benen in de lucht te houden, trouwens, mag je ook tussendoor heel eventjes rusten op de grond. Maar probeer hem in de lucht te houden. Voet in de grond duwen. Bovenbeen goed aanspannen. En een klein beetje gebogen houden. Uitademen als je de zijkant beweegt. Inademen als je terug gaat. Als het lukt. Nog 5. Nog 4. 3. 2. En de laatste. En laat maar weer los. Schud je been weer een beetje los. En dan gaan we nog even wat squats doen. Dan ga je je voeten een klein beetje uit elkaar zetten. Heupbreed in ieder geval. Je handen hou je voor je of op je borst, wat je fijn vindt. Dan ga je weer naar achter bewegen. Je doet net alsof je gaat zitten op een stoel. Met je billen naar achter. En dan rustig weer omhoog. En dan hou je je rug zo recht mogelijk. Kaarsrecht. En je gaat je gewicht helemaal op je hakken brengen naar achter. En je knieën ga je proberen boven je enkels te houden. En probeer goed naar voren te blijven kijken. Dan hou je je rug sowieso al wat rechter. En je kan zelf kiezen hoe diep je doorzakt. Hoe verder je naar de grond gaat, hoe zwaarder het wordt. En zorg ervoor dat je je knieën ook zoveel mogelijk over je tenen laat sporen. Dus niet helemaal naar binnen laat zakken of juist te ver naar buiten. Nog 4. Drie. Twee. En de laatste. En laat hem weer los. En dan mag je nog even een soort van squat naar de zijkant gaan maken. Zorg ervoor dat je een beetje ruimte hebt. Ik heb niet heel veel ruimte, dus gewoon even kijken of het lukt. Ga je een stap opzij zetten. Je zakt hem door je knie. Andere been hou je zo gestrekt mogelijk. Je gaat weer met je billen naar achter. En dan kom je rustig weer terug. Stap naar de zijkant. Naar achter met je billen. Gewicht op je hakken. En weer terug. Je rug hou je weer goed recht, net als bij de squat.
Even goed naar voren kijken. Doe nog twee aan deze kant. Nog een laatste. En even loslaten. Doen we dat aan de andere kant ook nog een keertje. Begin met je voeten bij elkaar. Grote stap opzij zetten door je knie zakken. Andere benen hou je gestrekt. En dan kom je terug. Grote stap. Gewicht hou je weer goed op je hak. Je rug hou je goed recht. En je zakt weer zo diep mogelijk, hè? Hoeft niet te diep. Gewoon wat gaat. Laatste twee. De laatste. En laat je helemaal los. Goed zo. Mag je nog heel eventjes jezelf helemaal lang maken. Hoog op je tenen komen staan. En ontspannen naar beneden vallen. En weer op. En weer zakken. Helemaal lang maken. En weer naar beneden. Nog een laatste. En zak maar rustig weer terug op beide voeten. En dan mag je nu rustig op je rug komen liggen. En dan mag je eerst weer komen liggen met je voeten tegen elkaar aan, knieën tegen elkaar. Armen helemaal wijd neerleggen op de grond. En dan ga je met beide benen van links naar rechts bewegen. En je hoofd tegenovergesteld meedraaien. Gewoon weer lekker ontspannen bewegen. Je hele rug weer losmaken. En dan hou je je voeten weer in het midden. En dan ga je nog even je bekken kantelen. Laag in je rug hol en bol maken. Moet er geen moeite kosten, gewoon lekker ontspannen bewegen. En dan mag je je rug goed recht houden. Ga je je buik, je rug en je bekkenbodem allemaal aanspannen. Mag je je handen op je borst leggen. Voeten een klein beetje uit elkaar. Dan ga je rustig een normaal bruggetje maken. Dus met een rechte rug kom je omhoog. Billen even goed aanspannen als je in de lucht bent. En met een rechte rug zak je rustig weer omlaag. En dan probeer je weer uit te ademen als je omhoog beweegt. In te ademen als je terugzakt. Je schouders hou je weer goed laag. Duw je schouderbladen achter op je rug naar elkaar toe. En dan mag je je voeten weer even wat naar buiten draaien. Beide voeten wat naar buiten. En dan doe je precies hetzelfde. Nog steeds met een rechte rug omhoog. En met een rechte rug omlaag. Uitademen en op. Inademen en weer zakken. Alles goed blijven aanspannen. Navel blijven intrekken. Bekkenbodem blijven aanspannen. Rug goed recht houden.
Dan mag je boven de lucht blijven staan. Heupen houden goed hoog. En dan ga je rustig op je tenen staan. Eerst op je ene teen. Niet op één teen, maar op je ene voet, op al je tenen. En rustig terug. En dan op je andere voet. En je houdt je tenen nog steeds naar buiten gedraaid. Voeten zijn nog steeds in een Donald Duck positie. En rustig links en rechts afwisselen. Verder hou je alles helemaal stil, dus alleen je benen bewegen. En als je wil, mag je ook nog op twee voeten tegelijk komen staan. Dus op al je tenen, zo hoog mogelijk. En rustig weer terug. Zo hoog mogelijk. En weer zakken. Hou je billen goed aangespannen. Hou je schouders nog steeds laag. Blijf ademen. Doen we nog vier keer. Nog vier. Drie. Nog twee. En de laatste. En zak maar rustig terug en naar de grond. Even je knieën naar je borst te brengen. Diep door je buik in en uit ademen. Alles even loslaten. Dan mag je je voeten weer een klein beetje uit elkaar zetten. Je handen leg je op je borst of op je heupbotjes, wat je fijner vindt. En dan ga je alles weer aanspannen. Je buik, je rug en je bekkenbodem. Dan ga je één been uitstekken. Je tenen trek je naar je toe. Dan ga je met je tenen naar je toe omhoog bewegen. En met gestrekte tenen ga je rustig weer terug. Een soort van schepbeweging omhoog. Tenen naar je toe omhoog. En gestrekte tenen weer zakken. Dat doe je twee keer achter elkaar. Daarna wissel je van been. Doe je daar precies hetzelfde. Been uitstekken. Tenen naar je toe trekken. En omhoog. Gestrekte tenen omlaag. Tenen naar je toe omhoog. Trek de tenen weer terug. En dan wisselen. Je mag zeker ook, je mag je heup op de grond houden. Maar je mag ze ook zeker in de lucht houden als het lukt. Goed je billen weer erbij aanspannen. Precies hetzelfde. Benen uitstekken. Tenen naar je toe omhoog. En gestrekte tenen weer terug. Tenen naar je toe omhoog. Gestrekte tenen weer terug. En dan probeer je uit te ademen als je omhoog beweegt. En in te ademen als je weer terugzakt. En je schouder draai je weer laag. Duw je schouderblad achter op je rug naar elkaar toe. Je heupen hou je weer zo stil mogelijk. Zo min mogelijk wiebelen, wegzakken naar de zijkanten. Echt alles goed aanspannen. En als je de beweging wat groter maakt, dan wordt het automatisch wat zwaarder. Als je de beweging wat kleiner houdt, dus tot hier beweegt bijvoorbeeld en dan weer terug gaat, dan is het ietsjes makkelijker. Dus je kan het nog een beetje variëren ermee. Laatste vier setjes. Alle twee kanten nog twee keer. Hou je heupen goed hoog de lucht in. Alle twee de benen nog een laatste setje. En de laatste twee. En
En als je die hebt gehad, zak je rustig weer terug naar de grond. Maak jezelf of helemaal lang, of je benen losschudden. Of je maakt jezelf weer bol en even een beetje met je benen naar de zijkant wiebelen en alles loslaten. En dan mag je heel eventjes één been helemaal gaan uitstikken. Tenen naar je toe tikken. Andere been plat op de grond houden. Dan ga je eerst even zo ver mogelijk rekken. Breng je been zo ver mogelijk naar je borst toe. Dat je de hele achterkant voelt rekken. Tenen naar je toe tikken. Gewoon diep door je buik in en uit ademen. Schouders hou je wel weer laag. Dus maar van kant. Andere been ook. Ben je goed strekken, tenen naar je toe trekken en zo ver mogelijk naar je borst toe bewegen. Weer diep door je buik ademen. Voel de hele achterkant rekken. Bovenbeen, onderbeen. En laat maar los. Dan mag je je beide benen de lucht inbrengen. Gestrekt, als het even lukt. Dan mag je handen op je borst leggen. Dan ga je je benen kruisen. En dan naar de zijkant bewegen. Kruis je ze de andere kant op. En dan weer naar de zijkant. Volgens mij komen mijn tenen net niet op de film. Dus benen kruisen en naar de zijkant. En weer kruisen. Dan hou je knieën zo gestrekt mogelijk. Knieën strekken, tenen strekken. Je gaat je buik en je bekkenbodem aanspannen. En je rug duw je in de grond. Probeer je eruit te ademen als je naar de zijkant beweegt. En in te ademen als je teruggaat. En je kan eventueel je benen nog ietsje schuiner voor je houden. Dan doe je precies hetzelfde. Maar dan voel je ook dat je je buik nog meer gebruikt. Mag, hoeft niet. Hou je schouders nog steeds laag. Duw je schouderbladen achter op je rug naar elkaar toe. Nog 4 keer. Nog 3, 2. Laatste. En laat maar los. Even weer alles loslaten. Diep door je buik in en uit ademen. Benen misschien een beetje los schudden. En dan mag je op je rug blijven liggen. Maar je gaat als het lukt op je onderarmen steunen. Een soort van strandhouding. Als het eigenlijk te zwaar wordt voor je schouders, nek, armen. Dan mag je ook gewoon plat komen liggen. En precies hetzelfde doen. Als het even gaat, probeer te beginnen met je ellebogen goed onder je schouders. Je borst duw je omhoog. Je rug maak je goed recht. En je buik, je rug en je bekkenbodem span je ook allemaal aan. Tenen trek je naar je toe. En dan ga je één been omhoog bewegen. En dus weer terug. Dan doe je 3 keer achter elkaar. En daarna wissel je van been van kant. En doe je daar precies hetzelfde. Dus je tenen trek je naar je toe. Echt je hele benen aanspannen. En dan probeer tot net boven de grond te bewegen. Dus niet helemaal terugzakken elke keer. Net erboven blijven dat je die spanning weer ophoudt. En dan rustig heen en weer. 3 keer, dan wisselen van kant, van been. En bij deze ook. Als het lukt, uitademen als je omhoog beweegt. Inademen als je terugzakt. En je mag ook goed letten op je heupen bij deze. Als je verder niet aanspant in je buik, rug en bekkenbodem, dan kan je dit ook doen. Maar dan ga je wegzakken in je heupbordjes. Probeer goed aan te spannen. Probeer die heupen zo stil mogelijk te houden.
En alleen je been te bewegen. En probeer nog een klein beetje met je nek een soort van onderkin te maken. Heel klein beetje je hoofd naar achter. Dat je je nek gestabiliseerd hebt. En als het echt te vervelend wordt voor je nek, schouders, dan gewoon plat op de grond gaan liggen. Mag echt ook. Rug blijf je goed doorstrekken. Dan doen we nog steeds soort van hetzelfde, maar nu ga je je voet naar buiten draaien. En dan breng je je been nog steeds omhoog. Dus een klein beetje je voet naar buiten draaien, nog steeds je tenen naar je toe trekken. En dan ook weer 3 keer omhoog en omlaag bewegen. En dan wisselen van kant. Dan voel je het meer aan de binnenkant van je bovenbeen. Voet naar buiten, rustig omhoog. Uitadem als je omhoog beweegt. Inadem als je terug gaat. Blijf jezelf omhoog duwen, rug goed recht houden, borst omhoog vooruit. Je knieën zo gestrekt mogelijk. Je hele been heb je weer aangespannen. En hou je aangespannen als het lukt. Uitadem omhoog. Inadem omlaag. We doen vandaag flink wat beenoefeningetjes. Is je misschien al opgevallen, maar we gaan er nog eventjes mee door. Alle tweede benen nog een setje. Blijf nog steeds alles aanspannen. Laatste 3. En de laatste. En laat maar helemaal los. Benen een beetje losschudden. Weer diep in je in- en uitademen door je buik. Of maak jezelf even helemaal lang. En dan mag je rustig op je zij komen liggen. Met je benen weer een klein beetje schuin voor je en je tenen naar je toe getrokken. En je buik, je rug en je bekkenbodem allemaal aangespannen. Je hand mag je voor je neerzetten op de grond of in je zij. Als je wat steun nodig hebt, haal je hem eerst even voor je. Je mag weer ook je hoofd steunen met je hand. Je hoofd ondersteunen of plat op de grond komen liggen. Of je pakt even een kussentje erbij. En dan ga je je bovenste been een beetje omhoog bewegen. Tenen dus naar je toe. Ga met je tenen naar je toe zo ver mogelijk naar voren. En dan met gestrekte tenen rustig weer terug tot boven je onderste been. Dus je hoeft niet verder naar achter te bewegen. Dus tenen naar je toe zo ver mogelijk naar voren. En gestrekte tenen rustig weer terug. Tenen naar je toe naar voren. En weer tenen gestrekt naar achter. Uitadem als je naar voren beweegt. Inadem als je terug gaat. En je probeert weer je schouders zo ontspannen mogelijk te houden. Dus duw je schouderblad achter, schouderbladen achter op je rug naar elkaar toe. Alles blijf je aanspannen. Je buik, je rug en je bekkenbodem. Dus je beweegt verder ook niet. Ga die naar achter rollen met je rug. Alles hou je zo stil en stabiel mogelijk. Onderste been blijf je ook aanspannen. Je tenen blijf je naar je toe trekken. En je gaat echt zo ver mogelijk naar voren proberen te bewegen. Als het lukt, als je voelt dat je heel snel gaat wiebelen en het niet stil kan houden, dan hou je de beweging gewoon wat kleiner.
En als het wel lukt, echt zo ver mogelijk naar voren. En weer terug. Nog vier keer aan deze kant. Laatste twee. En de laatste. En laat maar even los. Mag je bovenste voet weer in je knieholte leggen. Je armen voor je strekken. En dan ga je rustig met je arm naar de andere kant toe bewegen. Knie hou je op de grond. Dan beweeg je rustig heen en weer. Lekker door je buik ademen. En nog een laatste. En dan mag je rustig met je andere zij draaien. En dan mag je hetzelfde komen liggen. Weer met je benen een beetje schuin voor je. Tenen naar je toe getrokken. Je hand weer voor je als je wat steun nodig hebt. Of in je zij als je die nodig hebt. Als je net even iets verder wil komen, zet je gewoon je hand hier neer. Dan kan je ook net wat verder. En dan ga je alles weer aanspannen. Je buik, je rug en je bekkenbodem. Bovenste been til je een beetje op. Tenen naar je toe en naar voren bewegen. En met gestrekte tenen rustig weer terug. Terug tot boven je onderste been. Dus niet verder naar achter. Echt tot de boven. Tenen naar je toe naar voren. En gestrekte tenen terug. Uitademen als je naar voren beweegt. En inademen als je weer terug gaat. Onderste benen zo goed blijven aanspannen. Daarmee zorg je er ook voor dat je stabiel, stil en stabiel kan blijven liggen. Je hand dus goed voor je neerzetten, maar niet er vol op gaan steunen. Schouderbladen naar achter duwen, zodat je nek weer zo ontspannen mogelijk is. Blijf doorademen. Anders in je eigen tempo. Maar het helpt echt. Je kan dan echt de oefening langer volhouden. En je hebt altijd ook één kant waar je net iets verder kan bewegen naar voren dan de andere kant. Dat je iets leniger bent in je heup. Zo ver mogelijk naar voren bewegen. Voelt het echt heel goed in je hele been. En met kracht je tenen naar je toe trekken als je naar voren beweegt. En met kracht je tenen strekken als je weer terug gaat. Ik heb Puk nog helemaal niet gezien trouwens. Zou ik zo even bijhalen? Ik kan natuurlijk geen les geven zonder Puk. Doen we nog vier keer ook aan deze kant. Zo ver mogelijk naar voren. En weer terug. Nog drie. En weer terug. Nog twee. En de laatste. En dan weer zakken. Mag je bovenste voet weer in je knieholte leggen. Je armen voor je strikken. En dan ga je rustig weer opstrekken naar de andere kant. Knie haal je goed op de grond. En rustig heen en weer.
En nog een laatste. En dan mag je rustig op je handen en knieën komen zitten. En dan mag je eerst even je hele rug helemaal hol en bol maken. Zo ver mogelijk hollen en je hoofd mee omhoog nemen. En helemaal bollen en je kin naar je borst toe brengen. Gewoon ontspannen bewegen. En ook even je onderrug hol en bol maken. Dus laag in je rug. Je bekken kantelen. En dan mag je eventjes op je onderarmen komen staan. Steunen. En dan ga je weer met je heupen een klein beetje voorbij in je knieën staan. Dus niet er helemaal boven, maar een klein beetje naar voren. Dan ga je alles weer aanspannen. Je buik, je rug en je bekkenbodem. Dan ga je één been uitstrekken. En dan ga je gestrekt omhoog bewegen. En rustig weer terug. Rustig op. Dan ga je alles aanspannen. Doe je 3 keer achter elkaar. Daarna wissel je van kant, doe je daar precies hetzelfde. Gestrekt been, rustig heen en weer. Billen goed aanspannen, knie helemaal strekken, tenen helemaal strekken. En probeer goed je nek en schouders ontspannen te houden. Tuurlijk, je steunt wel op je armen, maar je gaat proberen je schouderbladen nog steeds achter op je rug naar elkaar toe te brengen. Niet helemaal naar voren leunen. Probeer weer je gewicht goed in het midden te houden. Dus buik, rug, bekkenbodem aanspannen. En daar ook je gewicht naartoe brengen. Je knieën hou je elke keer een klein beetje uit elkaar als je wisselt van kant. Doe je hetzelfde, maar nu ga je je been een beetje schuin omhoog bewegen. Schuin naar de zijkant omhoog. En met je andere been ook. Je rug ga je nog steeds zo recht en zo stil mogelijk. Zeg niet je rug helemaal hol trekken. Rug ga je recht, zelfde positie, houding. Blijf doorademen. We doen alle twee de kanten nog een setje en nog een laatste keer. En de laatste wissel. Dus die je hebt gehad, kom je rustig op je onderbenen zakken, armen ver voor je uitstekken. En even diep in- en uitademen door je buik. En dan gaan we nog een plank doen. Gaan we 2 keer doen. We gaan naar voren bewegen over je tenen zo ver mogelijk en dan weer zo ver mogelijk terug. Mag je doen op je handen en op je voeten of op je onderarmen en je voeten. Onderarmen is over het algemeen ietsje zwaarder dan op je handen, polsen. Dus je gaat dadelijk staan, voeten breed, handen breed. En dan ga je zo ver mogelijk naar voren over je tenen heen bewegen. En dan rustig zo ver mogelijk naar achter. Zo ver mogelijk naar voren. En weer terug. Zodat je een goede rek ook in je benen en in je kuiten voelt. Doen we 2 keer. 1 keer 35 seconden en 1 keertje 40 seconden. Gaan we in 3, 2,
1 en kom maar staan. Handen breed, voeten lekker breed. Alles goed aanspannen, buik, rug, bekkenbodem. En als je wil, mag je naar voren bewegen over je tenen heen. En achter zo ver mogelijk in je kuiten hangen als het ware. Met je rug wel goed recht. Dus niet gaan hangen in je rug of omhoog gaan met je heupen. Alles recht en stil houden. Schouderbladen een beetje achter op je rug naar elkaar toe. Blijf doorademen. Nog 3, 2, 1. En zak maar rustig terug op je onderbenen. Mijn rug weer bol maken, armen ver voor je strekken. Dan doen we, dat zo nog één keertje. Als het lukt, dan mag je ook op je onderarmen dus doen. Mag ook precies hetzelfde. Je mag ook gewoon stil blijven staan in een plank. Als je al het genoeg voelt overal. Kijk even wat nog gaat. 40 seconden deze. In 3, 2, 1. Kom maar staan. Voeten weer breed. Alles goed aanspannen. En als je wil, ga je weer over je tenen heen bewegen naar voren. En dus weer terug. Schouderbladen achter op je rug naar elkaar toe. Buik, rug, bekkenbodem aanspannen. Door blijven ademen naar je flanken. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En zak maar rustig weer terug. Rug weer helemaal bol maken, diep door je buik in en uit ademen. Even op je buik komen liggen. En dan mag je je handen voor je neerleggen. Mag je je hoofd dadelijk op je handen houden. En dan ga je je hakken tegen elkaar aanzetten. Hakken echt tegen elkaar aan. Je voeten laat je naar buiten wijzen. Weer een soort van Donald Duck voeten. En dan ga je proberen je billen super hard aan te spannen. Je benen hard aan te spannen. En je benen, bovenbenen een heel klein beetje de lucht in proberen te bewegen. En dan rustig weer terug. Dus echt maar een hele kleine beweging die je kan maken. Als je maar probeert je billen zo goed mogelijk aan te spannen. Hakken tegen elkaar probeert te duwen. En dan een heel klein beetje los probeert te komen met je bovenbenen van de grond. Ik denk dat je bij mij niet eens ziet dat ik een beetje loskom door dat kleed. Dat geeft ook niet dat je niet loskomt van de grond. Als je maar even maximaal alles aanspant. En dan weer los. Probeer weer uit te ademen als je omhoog beweegt. In te ademen als je terug gaat. Je mag het ook in je onderrug voelen, hè? Dat is helemaal goed. Probeer ook weer je buik en je bekkenbodem er wel goed bij aan te blijven spannen. Hou vol. Laatste 4. En laat maar helemaal los. Schud je benen goed los. En mag je eventjes op je zij komen liggen. Naar je bovenste enkel weer vastpakken. Je hak naar je bil toe brengen. En je been zo ver mogelijk naar achter brengen, bewegen. Dat je de voorkant van je heup en je bovenbeen weer goed voelt rekken. Lekker door je buik ademen. Alles verder weer loslaten. En laat maar los.
Draai even door naar je rug. Mag je één voet op je knie leggen, je bovenbeen binnendoor langs vastpakken en naar je borst toe brengen. Goed je knie naar buiten duwen, dat je een goede rek in je biel, heup, zijkant voelt. Schouders goed laag houden. En andere kant ook. Voet op je knie, bovenbeen binnendoor langs vastpakken. Naar je borst toe trekken. Knie weer goed naar buiten duwen. En houd het even vast. En laat maar los. Mag je nog even doordraaien naar je andere zij. Dan pak je ook weer je enkel vast, trek je hart naar je beel toe en je been zo ver mogelijk naar achter. Rekken, trekken, dat je weer een goede rek aan de voorkant van je been en je heup voelt. En laat maar los. En dan mag je nog even lekker komen liggen om te ontspannen. Je mag lekker diep in en uit ademen door je buik. En knijp je oogleden samen. En laat weer los. Knijp je lippen samen. En ontspan. Duw je achterhoofd in de vloer. En laat weer los. Duw beide schouderbladen in de vloer. En ontspan. En strek beide armen. Strek al je vingers, span ze allemaal aan. En laat ze ontspannen met de handpalmen omhoog naast je lichaam liggen. Blijf diep in en uit ademen door je buik. En probeer langzaam weer elk spiertje in je hele lichaam los te laten. En duw je onderrug in de vloer. En laat weer los. Knijp je billen samen. Span ze aan. En ontspan.
Doe beide knieholtes in de vloer. En laat weer los. Doe beide hakken in de grond. En laat weer los. En strek al je tenen, span ze allemaal aan. En laat ze ontspannen naar buiten vallen. Blijf diep in- en uitademen door je buik. Laat nu echt elk spiertje in je hele lichaam los. Maak jezelf zo zwaar mogelijk. Adem nog een keer diep in en uit door je buik. En ga dan langzaam weer iets hoger ademhalen. Iets actiever. En maak dan cirkeltjes met beide enkels. En cirkeltjes met beide polsen. En draai je hoofd langzaam van links naar rechts. Rek je helemaal uit. Gaat een keer. Wrijf je gezicht wakker. En kom dan langzaam weer overeind. Hey Piggy, kom eens. Kom eens. Goed gedaan weer en tot de volgende keer. Doei.